Poppetjes, en ik heb even een vraag aan jullie of jullie hier beneden in de comments even een vraag willen achterlaten. Ik ga binnenkort weer een Q&A opnemen voor jullie. Dus als jij al altijd een vraag aan mij hebt gehad die ik nog nooit heb beantwoord, stel me beneden hier meteen in de comments. En wie weet beantwoord ik hem wel in de Q&A natuurlijk. Als er vragen over livestreaming zijn, die beantwoord ik nu alvast. Waarschijnlijk, als alles goed gaat, kan ik woensdagavond livestreamen. Dus houd het in de gaten. Ik zal ook een video uploaden op YouTube. En hou gewoon mijn Twitter in de gaten. Als je mijn Twitter niet hebt gevolgd, die beneden staat in de beschrijving. Twitter is omgekeerd natuurlijk gewoon. Maar als ik ga livestreamen, zou het meestal gewoon in het weekend zijn. Of in de vakantie. Of soms door de week als ik eventjes tijd heb. Maar, zodra het vakantie is, houd het in dat ik waarschijnlijk met Tom of weet ik het wat. Iemand, Tom zo en zo. Want Tom, ik mag ook heel vaak met Tom meedoen. Vandaar dat ik Tom ook met mij mee laat doen. Gewoon, dat is gewoon, ja, anders is het zwaar genijd natuurlijk. Dus wie weet kan Sam ook meedoen als hij daar zin in heeft. We zien wel allemaal. En ja, vanaf 6 januari dus, dat is over 5 dagen op dit moment. En voor jullie over 3 dagen. Want jullie kijken deze video op zondag. Ja, jullie kijken deze video op zondag. Dus 3 dagen voor jullie natuurlijk. Dus ik ben er van super hyped over. Ik hoop jullie ook, dus ik hoop jullie sowieso te gaan zien bij mijn Twitch channel. Natuurlijk, Twitch channel staat ook hier beneden in de beschrijving. Dus laat je graag achter en dan zie ik jullie weer bij de video van morgen. Vanaf morgen komt er weer 1 video per dag online. Simpelweg omdat school weer komt. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Doei!